We gaan naar het Leescafé, want daar is Jetsen te vinden. Bij een heel prachtig schilderij. En rondom dit schilderij hier naast me gebeurt vanavond iets bijzonders. Want met verschillende kunstdisciplines wordt hier iets gemaakt. Speciaal vanavond tijdens het boekengala. Onder meer door theatermaakster, regisseur en danseres Betsy Torenbos. Fijn dat je er bent. Ja, dankjewel Jetsen. Wat heb jij vanavond gedaan hier? Ja, ik moest heel erg denken aan Alan Kaprow. Dat is een man die eigenlijk een beetje de pionier was van de happenings. Dus dat je in het moment eigenlijk reageert, in dit geval op het werk van Guus Slauwerhof. En ik zei net tegen hen, ik heb vandaag ook voor het eerst een beweging gemaakt die ik nog nooit eerder heb gemaakt. Dus ik lag op de grond en ik bewoog mij eigenlijk door aan de enkels van de bezoekers te trekken. Niet weten wie daarboven was. En ja, het is een hele bijzondere ervaring, mede ook omdat we natuurlijk met Marcel Meuring en dan ook met Marijke Mulder dat samen hebben gedaan. Die verschillende disciplines vloeiden ook een beetje in elkaar over. Het werk vertelde wat je ging doen. Ja, ja. Je bent normaal gesproken een regisseur, dan bepaal je zelf wat er allemaal gebeurt. Voelt dit dan ook anders? Nee, want ter plekke ben je ook aan het regisseren, dus dat blijft. Je hebt een instrument en dat is je lichaam en ja, dat stopt nooit, dat radar in je hoofd van dit wel, dit niet, dat wel, dit niet. Dus het ligt eigenlijk niet zo heel ver van regisseren af. Je moet juist in het moment heel erg jezelf regisseren. Het lijkt vrij, maar dat is het dus niet. Het is in het moment zijn en dan keuzes maken. Dus het is ook een bepaalde vorm van regie. Dans en beweging rondom beeldende kunst, maar ook muziek. Marijke Mulder, violist. Jij hebt vanavond gemusiceerd. Hoe ging dat? Ja, dat is hoe zou ik het zeggen? Een hele bijzondere ervaring, ook omdat je het met een danseres doet en een totaal andere disciplines dan je normaal doet. En dat inspireert enorm om te zien hoe iemand beweegt en op basis daarvan klanken en kleuren te horen. En dat ook door zo'n schilderij te zien, dat te vertalen naar muziek. En en dat in dat moment, zoals Betsy al zei, dat is, kun je niet voorbereiden. Maar dat is heel bijzonder om te mogen doen hier. En dat heb je vanavond gedaan op je viool. Rondom het kunstwerk van de kunstenaar die naast jou staat. En dat is Guus Slauwerhof. Guus, hoe kwam je op dit idee om dit te gaan doen vanavond? Nou, ik zoek al. Ik heb voor dit project waar ik nu in ontwikkeling heb. In dit theater een heel theaterseizoen mijn atelier gehad. En toen reageerde ik op de kunstdisciplines. En ik dacht, laten we het nou eens omdraaien. De wereld op zijn kop. Nou ja, misschien wel, ja. Maar het is ook het zoeken naar een andere vorm van werken tentoonstellen. En andere kunstdisciplines erin betrekken. Zodat er dus meer verdieping en spanning komt. Omtrent de ervaring en de beleving van het kunstwerk. En ik vond dat heel spannend vanavond. Want dit is voor het eerst dat dit gebeurt met mijn werk. He, dus, en ik vond het zo geweldig wat hier allemaal is gaan gebeuren. Dus ik moet het allemaal nog eens even, het is verfilmd, nog eens allemaal eens even terugzien. Maar. Want normaal gesproken blijf je werk bewaard, hè, in de vorm van het schilderij. Maar nu, na vanavond, is het weg. Nou ja, de performance is weg. Hè, dus, maar de beleving en de herinnering en de beelden die het mij heeft opgeleverd, die zijn niet weg. Dus die zitten wel in mijn hoofd opgeslagen. En het is een pilot, heb ik begrepen. Later dit jaar doe je dit project nog een keer. Het is een pilot, als alles goed komt, dan is het de bedoeling dat we 30 augustus en in september en 1 november dus in Theater de Kolk, Warehuis van de Veen in het Drents Museum. Er gebeurt een hoop vanavond in de nieuwe Kolk. Guus, dankjewel. Fijn dat je bij ons was.